Deze beschouwing. die gaat over. Ja, het atheïsme. En ik heb wat namen genoemd in de titel. Dat is Robert Zapolsky. Dat is een Rus. Die heb ik vandaag. Uh, oh, bijna drie uur naar geluisterd. En die andere is. Uh, The Urban Cowboy. Dat is iemand en die reageert op mijn. Beschouwingen. Dat vind ik altijd leuk. Ook al is het, en in dit geval is dat zo, is dat niet positief. En trekt hij mijn woord in twijfel? Dat doet de Urban Cowboy dan. En Robert Sapolsky, ja, die kent mij niet. Maar zou hij mij kennen? Dan nou, moet hij ook Nederlands nog kunnen verstaan. Dat kan hij ook niet. Dan zou hij het ook niet met me eens zijn. Allebei, de Urban Cowboy en Robert Sapolsky. En trouwens, daar bijna iedereen. Hè? Dat zijn atheïsten. Ik pak even mijn thee erbij, want er schiep nou nog iets te binnen. Wat me nog te binnen schoot, was dat ik meteen nog moest pakken. <laughs> nee, wat me nog te binnen schoot, is dat Friedrich Nietzsche. Wie heeft gezegd, God is dood. En zonder dat ik dat betreffende stukje van hem gelezen had, wist ik al dat Friedrich Nietzsche bedoelde um, dat hij daarmee een, een kritiek had op de maatschappij. En dat het geen uitspraak was over God. Friedrich Nietzsche is namelijk een heel erg slimme, verstandige, rationele uh, man. En een verschrikkelijk goede schrijver. Doe een uitspraak doen over, over God... Uh, dat. Ja, dat zal nietsje niet doen. Dat kan ook helemaal niet. God heeft geen attributen, zoals het heet. Een attribuut, dat is iets wat iets toekomt. Dus uh, ik bijvoorbeeld. Uh, wat ga je zeggen? Nou, ja, noem eens wat. Maakt niet uit wat je van me zegt. Er zijn zoveel dingen die mensen van mij zeggen, die zijn allemaal waar. Okay. Uh, ik heb een fiets, bijvoorbeeld. Dat is een attribuut van mij. Dat is letterlijk ook een attribuut, maar het feit dat ik een fiets heb, dat is een eigenschap van mij. Uh, ik heb een hekel aan het hebben van een fiets. Dat is ook een eigenschap van mij. Dus ik heb een hekel aan het hebben van een fiets en ik heb een fiets. Dus ik ben een soort masochist. Ik heb ook liever geen fiets. Maar ik heb nu één keer een baan. En... Nou ja, van de zomer vond ik dat ik op de fiets naar het werk moest. Inmiddels ben ik te werk gesteld uh, helemaal vlakbij de snelweg. En dat is zo'n uh, pokken end fietsen. Dat heb ik één keer gedaan. En dat was dus gelijk die ene keer om het nooit meer te doen. Shit, mm. dat ga ik niet meer doen. Dus, punt 1, 10 kilometer of zo. En dan heuvel op, heuvel af. Ja. Kortom, misschien heb ik straks wel geen fiets meer. Een attribuut kan je dus hebben. En kan je ook weer kwijtraken. Misschien dat ik ooit dan wel een liefde krijg voor fietsen. Ik denk het niet. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in het leven. Kijk, het is een attribuut. En God. Ik heb er ook in een, een uitzending al helemaal gewijd aan de theorie achter God. Die staat denk ik nog klaar, maar tegen de tijd dat ik deze hoort, is die andere al geüpload. Dan ga ik ook dieper op in. Kijk, God staat voor de oorzaak van alles dat er is. En technisch gesproken zijn we zover dat we de oorzaak toch... Een attribuut gegeven kunnen hebben. <laughs> ja, dan zou je zeggen. Een beetje, dat kan toch helemaal niet? <laughs> maar de oorzaak. van alles wat wij waarnemen. heeft toch een eigenschap. Um, maar het is, is een heel slim gekozen term. En die term komt van Arthur Schopenhauer. En die zegt. dat het hier gaat. Om de wil, de ene en ondeelbare wil. Nou, dat is een heel ruim begrip. En de God van de Bijbel valt binnen dat begrip. Hm? En Friedrich Nietzsche heeft eraan toegevoegd. God is dood. Dat was een kritiek op de maatschappij. Want, en dat zeggen niet veel mensen hoor. Want de mensen zeggen dan: Ja, hij heeft niet gezegd dat God dood is. Ja, en daar zei hij achteraan, en dat weet ik nu, dankzij Jordan Peterson, of all people, ook een atheïst. Friedrich Nietzsche heeft erachteraan gezegd: van ja, en het is dan maar de vraag of er genoeg water is om onze handen mee uh, in onschuld te wassen. Met andere woorden, Nietzsche zei: uh, wij hebben, uh, de mensen, de maatschappij, die heeft uh, God even vermoord. En ja, de vraag, ja, ja, uh, onschuld. Uh, uh, uh. En Nietzsche zei erachteraan dat hij voorspelde dat met dat wij God hebben vermoord, God hebben gedood, dat wij afstevenen op een maatschappij waarin atheïsme en nihilisme de boventoon zullen gaan voeren. En dat is ook gebeurd. En dan kan jij zeggen: ja, we maken hem uit. Nou, uh, Nietzsche zei: uh, dan is de bodem weg onder de moraal. En uh, daar hebben we dus een punt. Want wij kunnen duidelijk stellen dat de moraal. En dan beperk ik me even tot de Nederlandse samenleving. Ja, die moraal die is ver te zoeken. Die is er niet meer. Een, een politicus die. Ja, daar wordt voor gezegd, die mag liegen, want dat hoort bij zijn beroep. Als een politicus niet liegt, dat is hetzelfde als een bakker die uh, geen deeg wil kneden. En aangezien een bakker wel deeg moet kneden, want anders kan hij geen brood bakken. Ja, zo dient een politicus te liegen. Zo denken wij. Wij vinden dat normaal. De hele dingen kunnen ik opdreunen. En er stond laatst dat. Uh, uh, kanker is wereldwijd doodsoorzaak nummer één. Nou, dat is helemaal niet waar. Wereldwijd is doodsoorzaak nummer één, dat is abortus. Nou, dat is geen kwestie van dood, hoor, want uh, kijk, uh, de mens, hè? die is dus uh, alsmaar dood, hè? die is uh, negen maanden lang is die dood. En, uh, en als hij dan geboren wordt, dan in één uh, poef is hij leven. Ja, dat is zo. Ja, dat zat Jezus, die, uh, die was ook uh, negen maanden in het graf en toen stond hij op. En was hij dus negen maanden, oh nee, het was drie dagen. Maar in ieder geval, het was ongeveer hetzelfde hoor. Ja, dus uh, iets wat in de, de buik van de vrouw zit, dat is per definitie dood. Ja, dus dat kan je ook niet doden. Ja, tuurlijk, gauw Nee, het is echt zo. De, het aantal abortussen in Nederland... Dat is iets van 30.000 per jaar. 35.000 per jaar. Nou, in Nederland is dan het aantal doden door kanker 40.000. Maar wereldwijd is het aantal doden door kanker iets van 8 miljoen. En het aantal abortussen wereldwijd wordt ingeschat op 12 miljoen. Dus wereldwijd is abortus doodsoorzaak nummer 1. En kanker hobbelt daar achteraan. Dat is een mooie tweede. Maar dat ik het even weet. Iedereen is bezig aan de bestrijding van doden door kanker. Maar doodsoorzaak nummer één, dat interesseert kennelijk niemand. Ene. Ja, een of ander vies woord. Wat wil je nou eigenlijk gebruiken? Welk vies woord wil je deze keer horen? Wat niet mag op internet. is dus onze moraliteit is weg. Ja, dat is best erg. Neem de EU. Wij hebben destijds heel duidelijk gezegd, die EU, dat is leuk voor zover je het hebben over een handelsovereenkomst. En het zou de handel gaan vergemakkelijken. En het wordt niet een politieke organisatie. Nou, wat hebben we inmiddels? Inmiddels komt 75% van de wetgeving komt uit uh, Brussel. Van mensen die we helemaal niet kennen. En dan weet ik ook nog een keer dat een of andere sukkel uit Bolivia. Die heeft een Nederlandse vrouw zwanger gemaakt, en haar vervolgens in de steek gelaten. En die Boliviaan die werkt voor de Europese Unie als ambtenaar. Ja, -ha 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 -ha. laten wij ons een beetje de les lezen door een of andere gozer uit Bolivia die een Nederlandse vrouw zwanger heeft geschopt. Nou, periodiversiteit is onze kracht hoor. Ja, precies. Vooral van Bolivianen die Nederlandse vrouwen zwanger schoppen en ze vervolgens in de steek laten. Nou ja, dan was die vrouw ook niet zo aardig. Want dat was een ex van mij. En nou, dat was ook een reden waarom ik tegen die vrouw had gezegd: van, uh, Nee, ik wil met jou geen kinderen en geen gezin. Nou, <laughs> ja, die vrouw is katholiek. Yeah. Of dat er nou mee te maken had, weet ik niet. Maar in ieder geval, die is katholiek en atheistisch. By the way, die vrouw. Dus uh, zal die man ook wel zijn. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat je als katholiek. Dat je uh, gelooft in God. Dat, dat is wel erg... Nee, dat... Je, ja, nee, maar wel wil hoor. Ja, maar dan heb je dus dat idee van moeder van God. Dus dan moet je... Nou, in principe is dat katholicisme... En nou, we hebben het toch over atheïsme en, en Sapolsky. En, ik kan nog meer vertellen over Sapolsky hoor. Maak je geen zorgen. En uh, dat katholicisme, dat heeft een, een heilige drie-eenheid. En dan zal je zeggen, ja, dat zit er in de Bijbel ook. En nou, in de Bijbel heeft God, de ene God, drie aspecten. Dat is wat anders. De ruimte heeft drie dimensies. De tijd ook. Hè? Je hebt het, uh, het verleden, het heden en de toekomst. Dat zijn drie aspecten van tijd. Er zijn niet drie soorten tijd. En zo heeft de ruimte heeft dus een, een x-coördinaat van voor naar achteren. Die heeft een y-coördinaat van links naar rechts. En die heeft een z-coördinaat van onder naar boven. Dus die heeft ook drie dimensies. En zo zijn er ook drie kanten of drie dimensies aan God. En die ene is dus dat hij God is. Dat hij het begin is en het einde is. En dat hij alles ziet en dat hij alles geschapen heeft. En dat is de ene aspect van God. Het tweede aspect van God is dat hij... Dan zelf maar gekomen is en dat hij onder ons gelopen heeft en ons voor heeft gedaan: van nou, dit is nou wat ik van jullie verwacht: dat ik zo leef. En het de derde aspect is dat hij als een heilige geest onder ons is. Dus dat zijn de drie aspecten. Dat heeft dus niks te maken met geslacht of zo, of voortplanting of whatever. Dus de zoon van God, dat is niet echt zijn zoon, dat is hij. Maar hij heeft gezegd dat alle mensen kinderen zijn van God. En hij dus ook, want hij was ook een mens. En nou ja, vandaar dus zoon van God. Maar het katholicisme dat dicteert dus dat uh, zijn moeder een heilige is. Zijn moeder is goddelijk. Die is de moeder van God. En dat correspondeert één op één met de Babylonische verwoording van Ishtar of zo. Ik ben er niet zo goed in. Het gaat altijd door elkaar. Je hebt ook dat, je hebt dat Egyptische gedoe met uh, Isis en Osiris en. Horus. En in Babylon had je precies hetzelfde, maar dan heette het anders. Dan heette het uh, Ishtar, Nimrod en Tammuz. Maar reken me er niet op af. Ik, uh, ik zet mijn joker niet in. Ik vind het ook niet belangrijk. Het is voor mij belangrijk genoeg dat ik weet dat die Babylonische uh, verwoording van. Nou, dat wat de Bijbel stomweg, simpelweg God noemt, of Elohim, of uh, ook wel de naam. Dus ook, <laughs> Je hebt dus uh, die die lettersequentie, hè? Jot, he, ja, yeah, yeah, jot, he, vaf of zo. En dan ja, uh, yeah, dan. Yeah. Ja, goed, in ieder geval, dat moet je dan uitspreken als uh, de naam. En niet die letters. Je zegt alleen maar de naam. Oh, dat is de naam. Ja. In feite is, is, is de god van de Bijbel die, die is zo kleurloos mogelijk. Maar wat we weten, en dat, weet, dat weten we met Schopenhauer, dat nou, we weten met Kant zeker. Vanuit de taal, vanuit de logica. Dat de oorzaak van alles dat er is. de oorzaak van het feit dat jij naar mij kan luisteren. en het feit dat ik tegen jou kan praten. de oorzaak van dat alles. die is immaterieel. Die is niet in deze wereld. die is niet. Uh, dat is niet een iets. Maar dat is. ja. Uh, yeah. Johannes, de auteur van het vierde evangelie, die noemt het het woord in zijn openingszin van zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een zin om uit je hoofd te liggen. Dat is een manier. Hè? Nou, we weten dat dat idee dat... De schepper, de veroorzaker van alles, dat die immaterieel is, dat weten wij zeker. Sinds Kant. Sinds Immanuel Kant. 1781 is dat boek gepubliceerd. Dus geen makkelijk boek om te lezen. Het is ook geen makkelijk boek om te tillen. <laughs> nogal groot nogal zwaar. Ik heb het hier in huis. Zo'n hele oude. Heeft iemand met een filtstift? Nee, niet meer eens met een filtstift denk ik. Maar een met een. Nou, nee, nee toch wel. Ik met een soort van penachtig ding heeft hij. erop gekliederd uh, de titel van het boek. <laughs> of het is opnieuw ingebonden of zo. Een hele oude in elk geval. In dat. dat wat ik noem dat gotisch schrift, maar het heet eigenlijk anders. Dat, dat rare Duits. Met al die ringeltjes en dingetjes. Nou, met dat boek weten we het zeker. Dat de wereld is geschapen door iets immaterieels. En Schopenhauer noemt dat, dat immateriële, waar Kant verder dan niets over zegt. En Schopenhauer gaat een stap verder en die benoemt dat immateriële als de wil. Nou, dat lijkt mij voor de hand liggend. Had ik zelf kunnen verzinnen. Maar ja, ik ben niet zo slim als Schopenhauer. Zeker toen niet geboren. <laughs> maar Schopenhauer heeft daarin, denk ik, gewoon helemaal gelijk. Hij is ook niet weerlegd toen niemand niet. En daar kwam Friedrich Nietzsche achteraan en die zei: Ja. En dat was met name een kritiek op Schopenhauer, zijn ethiek. Want Schopenhauer zei, omdat het gaat om één en dezelfde wil die alles veroorzaakt, dient het zo te zijn dat wij vriendelijk doen tegen elkaar. We Moreel doen tegen elkaar, omdat alles is door die ene wil geschapen. Dus die alles, alles wat er is, is door die ene wil neergezet, dus mag je niks kapot maken. Want het is allemaal door dat ene gewild. Snap je? En daar is wat tegenin te brengen, want uh, Nietzsche zegt dan dat een wil inhoudt dat dat wat die wil is, dat wil tot macht komen. Dus een wil is altijd een wil tot macht. Nou, dat zegt hij. Een wil is altijd een wil tot macht, en die wil, die ene en ondeelbare wil, wil dus ook tot macht komen. En de vraag is dan of dat zachtzinnig gaat of niet. Dat, dat zou het, die wil iets uitmaken of het zachtzinnig gaat? Dat is wat Nietzsche zegt. Nou, en als jij de Bijbel erbij pakt, dan kom je al snel tot de conclusie dat God niet per se zachtzinnig is geweest. En als je het boek Openbaring erbij pakt. Dan zie je ook dat de belofte van God absoluut niet zachtzinnig is. Dus eerder kletterhard. Er is een man geweest en die heeft een brief geschreven aan Albert Pike. Of schreef Albert Pike nou die brief? Dat weet ik niet. Maar het waren in ieder geval twee vrijmetselaars. Die ene heette Albert Pike. Dat is ook de auteur van het boek uh, Morals and Dogma's. Dat lijkt me een raar boek. In principe is het een geheim boek. En dan mag dat niet uh, weggegeven worden aan mensen buiten de kring. Maar tegenwoordig moet het op straat liggen. Ik zou wel een exemplaar willen hebben, maar ik denk nu wel dat ik het na tien pagina's uh, niet om door te komen vind. Man. Anyway, je hebt die Albert Pike van dat boek. En dan heb je nog een andere man, die heette Mazzini. Dat is natuurlijk een uh, pizzabakker. En die hebben elkaar een brief geschreven. Dus de een aan die andere, of die andere aan de een, ik weet niet meer wie. En in die brief wordt melding gemaakt van drie wereldoorlogen. En de eerste twee wereldoorlogen, daarvan kan je gevoegelijk aannemen dat we dan die hebben meegemaakt. Los van het feit dat het niet echt wereldoorlogen waren, want zeg nou eerlijk, de eerste wereldoorlog er was geklungel hier in Europa, meer niet. En de tweede wereldoorlog had je dan nog een beetje gerommel in... Nee, in de stille Zuidzee en iets in Burma of zo. En, ja. ja, dat was het dan. In India was het volgens mij uh, behoorlijk vredig hoor. En in Australië ook, en Nieuw-Zeeland ook, en uh, Patagonië ook. En in Argentinië hadden ze nergens last van. En heel belangrijk, in Amerika hadden ze ook helemaal nergens last van. En in Canada ook niet. Ja, ze waren al nou, jongens waren ze kwijt. Die liepen zich dood te vechten hier in Europa. maar In die landen was niks in de hand. Venezuela heeft toch echt niet een bomaanval gehad. Zo. Maar voor de rest, de aard van het conflict dat werd redelijk besproken in die brief aan Pike of van Pike. En dat geldt ook voor de Tweede Wereldoorlog. En de grap is dat dan in die brief ook gesproken wordt over een derde wereldoorlog. En na die derde wereldoorlog zouden alle religies zijn uitgeroeid. En dan zouden ze zich druk gaan maken over het opstoken van de nihilisten tegen de atheïsten. En als die oorlog dan geweest is, dat is dan de vierde wereldoorlog. Dan zou de mensheid klaar zijn voor het accepteren van het grote heilige geloof. En dat is het luciferianisme. O, hadden ze geen aanstekers dan? Alleen maar lucifers? Ja, precies. Ja, ja je kan erom lachen natuurlijk. Het is allemaal erg kinderachtig wat die lui doen. Wat natuurlijk niet om te lachen is, is dat ze het al voor een heel groot deel van elkaar hebben gekregen. En dat het nihilisme en het atheïsme, ja, dat is rampant, zoals de Engelsen zeggen. Dat is overvloedig aanwezig. Dat is geen geintje. Maar ja, joh, je, je doet er verder helemaal niks aan, dus... En ja, als wij kijken naar de Bijbel, dan zegt de Bijbel toch dat er behoorlijk nog wat ellende over ons heen zal komen. Er zijn nogal wat mensen die het eenvoudige verhaal van de Bijbel niet willen accepteren. En leven vanuit een, een heel ingewikkeld. Ja. Heel ingewikkeld beeld. En die mensen die krijgen toch een probleem met, uh, met moraliteit. Hè? Kijk, als je als je niet aanneemt dat de wereld geschapen is door een entiteit die niet materieel is. En die geeft om dat wat hij geschapen heeft. Die geeft om de schepping in zijn totaliteit. Dus dat betekent dat je, als je er niet in gelooft, het is niet A en B. En A is dan die immateriële schepper. En B is dat die immateriële schepper met ons bezig is, dat hij om ons geeft. Er zijn dus twee beweringen die immateriële schepper, en dat hij om ons geeft. Hè? Nou, als je een van beide maar ontkent, of allebei... je kan natuurlijk ook, als je ontkent dat er helemaal geen immateriële schepper is... ja, dan kan hij ook niet om ons geven, dus dan valt hij al af. Hè? En je kan ook zeggen, nou, er was misschien wel een immateriële schepper... maar die geeft helemaal niet om dat wat hij geschapen heeft. Hè? Nou, dan geloof je daar dus ook niet in, het, in die totaliteit... Hè? Nou, in beide gevallen heb jij geen grond voor je moraal. Punt. Het enige wat je dan kan zeggen is dat jij graag leeft in een samenleving met morele mensen, want dat vind jij prettig. Ja. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen, nou het interesseert me helemaal niet of Piet van den Berg zich prettig voert. Wij willen lekker, uh, ja, we houden van uh, vrouwen verkrachten en uh, andermans poenjatten. en uh, ja. Ja, dat vinden wij leuk. En moraliteit is, als je dus niet uitgaat van zo'n opperwezen... Is moraliteit uh, uh, ja, cultuur? Meer niet? In, uh, in bepaalde culturen lopen mannen met jurken en in andere culturen lopen mannen in broeken. Nou, je kan moeilijk zeggen dat de cultuur met jurken, uh, Jellabaas, slechter is dan de cultuur met broeken. En zo kan je dus ook niet zeggen dat een cultuur waarin het verkrachten van vrouwen uh, als uh, lekkere seks wordt ervaren, uh, dat die dus slechter of beter is dan een cultuur waarin dat soort dingen uh, gezien worden als verschrikkelijk. Het is alleen maar anders, meer niet. Nou, dat is uh, de, dat laatste dus, hè? Het afwijzen van de basis van de moraal. Dat heeft de mensheid gedaan met God te vermoorden. En dan naar die Robert Sapolsky, hè? Hij is van Russische afkomst en zijn ouders waren uh, Russisch Orthodox. En uh, Russisch orthodox, dat betekent Oosters katholiek. En... And... Ik vind het het uh, uh, Russisch orthodoxe uh, uh, geloof... vind ik niet zo verschrikkelijk als het uh, Rooms katholieke geloof. En... Het uh, is mij... My... Ja, er zit, er zit ook een hele sterke hiërarchie in. En ze hebben dat ding met uh, al die schilderijken die ze maken. Iconen heet dat dan, hè? En die gaan dan van veel geld over de toonbank. En... Ik vind het... Ja, ik. ik, ik, ik uh, kijk, voor mij is het. Het christendom. Zoveel als dat. Uh, je koopt een Bijbel. En in mijn geval zou ik zeggen. Nou ja, als je een Nederlander bent. Dan koop je. Een statenvertaling. En kost je 14,50. En als je echt denkt van ja, maar ik wil wel een mooie. Nou, dan heb je drie tientjes, nou, en dat is dat. En dan neem je voor de lol neem er nog een King James bij. Dan heb je een mooie andere. Hè? Mooi in het Engels, hè? dan ben je klaar. En een keertje als je zin hebt, dan ga je naar een kerk. om eens een handje te schudden met andere mensen. die er ook zo over denken zoals jij. En als je, je daar uh, gewenst voelt. en je vindt die mensen ook tof of zo. Nou, dan kan je dan een keertje vaker komen. En dat is het. Ja, voor de rest is jouw christendom dat, dat beleid je middels je gedrag, middels je keuzes die je maakt in het leven. Dat is het. Je leeft uit dankbaarheid. Je, er is nog maar één iemand die jij vreest. En dat is de Heeren Heren. Meer niet. Je mag van mij wel naar de kerk. Dat vind ik helemaal geen probleem. Maar ik, ik heb er moeite mee met die kerk zo. Oh nee, de kerk. Oh, het moet wel een mooi gebouw zijn hoor. Want uh, dat vind ik bijvoorbeeld al helemaal niet belangrijk. Het maakt me helemaal niet uit wat een kerk is. Ik zit met, uh, met Jurk en met Michael. Doen wij nu iedere dinsdag uh, gaan wij Bijbel lezen? Hebben we zelf verzonnen? En dat doen we dan in drie talen. In het Engels met de King James. In het Nederlands met de Statenvertaling. En dan Michael, uh, Aus Deutsch. In de Slachterbibel 2000. En dan zitten we lekker uh, drie talen door elkaar heen te kletsen. Als Jurk, <laughs> Jurk zei dat laatst van. Het lijkt wel verdorie net als in handelingen. <laughs> in handelingen, dat is het eerste boek naar de Vier Evangeliën. En dan daalt de Heilige Geest neer op de, op de meute. En dan verstaan mensen van verschillende talen, die verstaan plotseling elkaar, toch in één keer. Kijk, dat is voor mij een kerk. En ik weet dat Jurk ook uh, op zaterdag, op uh, Sabbadeo, zoals de Italiano's zeggen, op Sabbat dus. Ik weet niet of hij nog doet hoor, maar een Bijbel lezen met Tom Fresh uit Amerika en Daryl Eberhard er erbij ofzo. En Jurk heeft ons voorgesteld daar um, uh, ja, om dat wat breder te gaan trekken en dat er meer mensen mee mogen doen. En hij heeft ook voorgesteld om het op te nemen en dan kan het op het internet gezet worden. Maar dat wil Tom Fress niet. Nou, ja, klaar. Kijk, dat is een kerk. Voor de rest, uh, kerken. Dus ik heb zo'n beetje mijn ding met de orthodoxe, Russisch orthodoxe kerk. Ik denk, ja, wat voor een kerk is dat nou? En Robert Sapolsky is dan zijn leven lang, zijn jonge leven lang, uh, altijd bra te braaf naar de kerk geweest. En zijn ouders waren strikt gelovig. En toen kwam hij in zijn puberteit, toen was hij 13, 14 of zo. En op een dag dus, zei hij tegen zichzelf: Dat heeft hij getuigd. Die op een dag tegen zichzelf zei: Van nou, de, uh, ik heb helemaal niet nodig om te geloven in een God. Hij zei: Nou, en op dat moment was het hele verhaal van het geloof was voor mij voorbij. En hij heeft zijn leven gewijd aan de biologie en dan met name het bestuderen van uh, primaten, dus apen en dergelijke. Bavianen en chimpansees en ik weet niet meer wat hij allemaal bestudeerd heeft. Bonobo's. En hij is ook van mening dat. Dat vind ik wel grappig dat er geen vrije wil is. Dat, is, dat, dat zit wel wat in hoor. Alleen zijn idee bij geen vrije wil is dat alles wat een mens denkt, dat volgt noodzakelijk uit uh, ja, chemische reacties in zijn hersenen. Met de hormonen bijvoorbeeld, hè. testosteron bijvoorbeeld. Hè. Heb je veel testosteron of minder of oestrogeen of... Hè. Maar ook andere dingen als... Uh, ja, noem maar eens een of andere hormoon. Wat schiet me nou zo'n 1, 2, 3 te binnen? Ja, Hoeveel het prozac, prozac... bijvoorbeeld in je bloed. Dat, dat, dat werkt ook al in... dat werkt wel degelijk in op je stemming. Hè? En hij gelooft dus... Robert Sapolsky... dat die, uh, die chemische... samenstelling van je bloed... Samen met je genen, dus je genetische materiaal wat je van papa en mama hebt gekregen. Samen met je culturele achtergrond. En Dat bepaalt jou helemaal wat je doet. Ja, waarop ik dan concludeer dat als iemand dus een moord pleegt. Dat meneer Sapolsky zal moeten zeggen: ja, dat volgt er noodzakelijk uit zijn. Uh, ja, uit al die factoren die ik net noemde. Huh? En dan nou denk ik niet dat Robert Sapolsky dan erachteraan zegt: van uh, dat het daarom ook maar acceptabel is. Ik denk wat dat hij zal vinden dat een moordenaar wel veroordeeld mag worden. Want ja, anders dan staat hij natuurlijk wel heel erg in zijn hemd. Maar het zit er verschrikkelijk dicht tegenaan. En als je gaat lopen beweren dat er geen vrije wil is. En terwijl ik zeg dat uh, de wil. En dat is de wil van God. En de wil van God is niet vrij voor ons. Dus wij hebben ons. Wij hebben te willen dat datgene wat God wil, dat wij willen. Wij hebben te willen dat wat God wil. Dat is onze wil. En daarin zijn wij niet vrij. Dat is wat ik zeg. En de wil van God is, nou, dat weten we wel. We, we, we kennen maar één God en niet twee en niet drie. En wij gaan, geen, wij gaan niet knielen voor beelden. Want uh, die ene god die is hartstikke jaloers, die houdt er niet van. En we respecteren onze ouders, En we stelen niet, en we leggen geen valse getuigenis af. En... We doen nog meer. We begeren niet dat wat van onze naaste is. En... Oh ja, geen seks buiten natuurlijk. Geen, geen recreationele seks, alleen maar serieuze seks. Dat is, dat is eigenlijk waar het om gaat. Nou, dan heb je nog de geboden van Jezus erbij, maar ja, dat, dat valt allemaal wel mee. Dat is, dat is meer verhaaltjes of zo. Hè? Jezus zei: Pas op. Dat is de uitdrukking van de wil van God. En ja, een vrije wil heeft de mens dus niet. Want je hebt je te houden aan die geboden. En aan het woord van Jezus. Dus wij hebben ook geen vrije wil. Wel is het zo dat wij christenen zeggen: wij hebben een vrije keuze. Dus wij mogen kiezen. En dat doen we dan ook. En zo verklaren wij dan ook dat er mensen zijn die. Ondanks de wil van God, toch kiezen om ja, te denken aan overspel. Terwijl Christus heeft gezegd: Het denken aan overspel is al fout. Ja, maar gek geworden. Maar er zijn toch mensen die eraan denken. En dat is een vrije keuze. En dan zal Sapolsky zeggen: Nee, dat is geen vrije keuze. Die mensen die denken noodzakelijk een overspel. En ik zeg: Nee. Dus daar ben ik het niet eens met Robert Sapolsky. Ik vind dat het einde zoek is als je, ja, als je die moraal ondergraaft. wat Robert Sapolsky doet door helemaal geen opperwezen aan te nemen. En dus niet te stellen dat hij ons geschapen heeft en dat hij om ons geeft. En dan ben je dus je moraal kwijt. Ja, dan beland je dus bij zoiets als Robert Sapolsky. Die niet anders kan zeggen. Ja, de mens is een automata. En het reageert een beetje op uh, ja, culturele neigingen van zijn omgeving. Samen met zijn opvoeding en wat genetische toestanden. En een hormoonspiegel in het bloed. Te samen met dingen als Prozac. En wat heb je nog meer? Ritalin. Het is weer waar je zo'n erectie van krijgt. Dat is niet Prozak. <laughs> Weet je dat ook alweer? Maar kom, dat irriteert me nou. Weet je dat ook alweer? Zo'n pil. En dan krijg je dan een uh... Viagra. hè? natuurlijk, ja. Ja, het is toch een vrije keus of je Viagra in je mond stopt of niet, hè? Ik ken ook iemand, het is een ongelofelijke zakhooi, die kerel. Ik heb hem gelukkig al jaren niet meer gezien. Uh, en die kwam ik dan een keer tegen. Ik was met mijn uh, toenmalige huwelijkspersoon, die vrouw. We waren we ergens wat aan drinken. En, en, en ons kind was er ook bij. En kwam, hij kwam er uh, toevallig bij. Ik vraag me achteraf af hoe toevallig het was, want hij was. Uh, de, de sekspartner van uh, de moeder van mijn kind. Ja, dat is ook zo'n moraal. Hè? Die, die moeder van mijn kind is ook zo atheïstisch als uh, de eerste beste uh, stoeptegel. Dus die ging dan vreemd. En dat mocht natuurlijk allemaal niet te openlijk. Maar het was allemaal bezig en zo. En die vent die kwam er dan bij zitten. En die begint een, een beetje te puffen en te zuchten. En, uh, en we bleek nou? ja, meneer had een halve paddenstoel in zijn mond gestopt. Er is een hallucinogene, uh, psychilobine. We kennen het spul wel, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. En hij had er dan niet zoveel ervaring mee. En die zak hooi, die had het dus in zijn mik gestopt. Terwijl hij dan op weg was naar, dat, uh, naar die gelegenheid waar hij wist dat hij de moeder van mijn kind zou zijn. En ik. En, Oh, dan ga ik even lekker naartoe en doe ik van tevoren even een paddenstoel in mijn hoofd. Ja. En dan een beetje gaan zitten zuchten en kreunen. Wow. Ik voel me echt helemaal, uh, nou zeg ik, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar uh, ik voel me heel erg uh, apart. Ja, en ik, uh, ja, ik weet ook eigenlijk niet veel te zeggen en uh, goh, wat voel ik me apart. En ja, dat is toch je vrije keuze, zakhoi. Ja, ik weet wat dat ik nog voor de, eerste, voor de eerste maal dat ik aan die paddenstoelen ging. Toen deed ik dat in, de, ja, in mijn privéruimte. Gewoon namelijk in mijn Ikea-bed, waar ik altijd in zit. En dan lekker met een koud biertje erbij. Uh, ja, Netflix-filmpje. Dat oh, was echt leuk. Echt gezellig. Netflix, normaal gesproken echt geen reet aan. Maar met zo'n halve paddenstoel in je hoofd. Oh. <laughs> Ik wil maar zeggen, je hebt een vrije keuze. That's it. Maar geen vrije wil. En zo'n Robert Sapolski. Die... Nee, dat wordt helemaal niks. En dan die man die op mij gereageerd heeft, dan in negatieve termen. Hè? Die Urban Cowboy heet hij. En die heeft gecommentarieerd op, of uh, gereageerd op nieuwsuitzending 723. Die luidt: uh, Paus is de antichrist. Zoveelste bewijs. Audiasavond 2019. Een best een goede, goed gelukte nieuwsuitzending. Ook met het bewijzen keurig bij. Uh, een filmpje van internet uh, afgejoeperd en... En een stuk bijbeltekst erbij, een keurig, keurige uitzending. En dan heeft die Urban Cowboy gereageerd en dan zegt hij... Jij hebt ook, net als wij, geen enkele bron buiten de Bijbel... volgens jou het woord van God, de zaakjes dan... dat er een hemel en hel is en überhaupt leven na de dood is. Ja, ja. En dan... Ja, hij zegt dus: hè, Jij hebt ook, net als wij, hij is met z'n allen of zo. En hij bedoelt dan: uh, hij en de rest van de atheïsten. Dat er geen enkele andere bron is buiten de Bijbel. En dat hij erachteraan zegt: volgens jou het woord van God. Ja, niet alleen volgens mij, maar. Uh, hè? Ja, als hij zegt, net als wij geen enkele bron buiten de Bijbel hebben, dan moet hij zeggen, voor ons jullie het woord van God. He? Dat hij een beetje in meervrouw spreken, van wij zijn met z'n allen tegen jou en zijn eentje. Dat is natuurlijk een vals spelen, laten we eerlijk zijn. Want ik ben niet de enige die zegt dat het het woord van God is. Dat er een hemel en hel is en überhaupt dat er leven na de dood is. Ja, daar heb ik op gereageerd. dat wat hij zegt niet waar is. Well, Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche daarmee ook, die zeggen dat wat wij leven noemen, dat is veroorzaakt door iets wat ja, buiten ruimte en buiten tijd is. Ja, dus wat wij als leven bestempelen. Als jij naar mij kijkt of je hoort mij nu praten, dan denk je, nou, Perry leeft. En als ik dan zodanig, dat zeg ik dan, hè, als mijn lichaam ophoudt met praten. En scheetjes laten. En met zo'n overchipkaart bliep bliep doen. Hè, als mijn lichaam daarmee ophoudt, dan denk jij dat ik dood ben. En ik zeg je, nee, mijn lichaam is dan dood. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik zou nu eventjes niet echt een tekst weten waarin dat blijkt... maar ik weet zeker dat als ik nu Jurk aan de lijn had... dat hij zegt, joh, dat staat door. Dat, dat staat in de Bijbel. Bijvoorbeeld dat... Uh, God weet je naam al voordat je geboren bent of zo voor God was je er al voordat je geboren was. Ik zit nu echt op te glad ijs hoor. Dus ik moet. <laughs> maar zoiets. Hè? En Christus, onze Heer, die spreekt wel degelijk van een hemel en een hel. Met name van dat laatste. De plek van het geweeklaag en het tandengeknarst. Daar is hij erg duidelijk over. En is de Bijbel dan de enige bron? Dat, dat stelt dus die Urban Cowboy. Nou, dat is helemaal niet zo. Er zijn mensen die hebben onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. Dat is Elisabeth Schwartzkopf, Amerikaanse onderzoeker. Dat is Pim van Lommel, Nederlandse onderzoeker. Ik heb hier een man op bezoek gehad op interview. Gehad, die ga ik binnenkort uploaden. Als je deze uitzending hoort, is die al geüpload. En dan moet je even zoeken op interview, dik en dan bijna doodervaring. BDE is de afkorting. Ja, dan kan je het horen. Want er zijn veel mensen die zeggen van hoe het was. En dan kan, je, dan kan je allemaal bij twijfelen. Dan kun je zeggen, ja, dat zegt me allemaal niks. Ja. Dat is helemaal best, want dat doet de Cowboy dan ook. Maar je moet niet zeggen dat er geen enkele andere bron is buiten de Bijbel, want die zijn er wel. Nee, je hebt dus Arthur Schopenhauer, een vrouw, Immanuel Kant, de Friedrich Nietzsche, die spreken over, noem het maar, de wil. Buiten ruimte en tijd is er de wil, en die wil die manifesteert zich in ons, en wij nemen de manifestatie van de wil waar. En wij hebben toegang tot de aard van die wil middels de moraliteit. En dat is ook precies wat de Bijbel dicteert. De Bijbel is alleen niet gebaseerd op die droge logica van Kant, Schopenhauer en Nietzsche. Maar je kan misschien wel zeggen dat God er ook op toegezien heeft dat Kant en Schopenhauer en Nietzsche logisch gingen betogen dat wat hij. Romantisch heeft of prozaïsch... heeft laten opschrijven in de Bijbel. Dat, ik zit me wat te fantaseren. Dat kan ik misschien straks allemaal zeggen, en die ik ook nog aanhaalde voor uh, Urban Cowboy was het boekje en het heette het Tibetaanse dodenboek. En daarvan zegt hij nou niet echt een betrouwbare bron, toch? Ik denk, wat, wat wil je nou? Dus de, de Bijbel is dan wel een betrouwbare bron. Ik heb al eerder gezegd dat atheïsme, dat is, een, een, dat is hersenrot. Atheïsme is de conclusie die een mens gaat trekken over het zijnde als hij uh, niet meer goed kan nadenken. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld in atheïsme... maar dat uitzicht dan ook in volstrekt onlogische discussietechnieken. Hij zegt dat er geen enkele bron is buiten de Bijbel. Nou, dan kom ik met een bron en dan zegt hij... ja, die bron is niet betrouwbaar. Ja, dat betekent dus dat hij de Bijbel wel betrouwbaar vindt. Want hij moet gewoon zeggen: de Bijbel uit zou moeten zeggen. Ik vind de Bijbel niet betrouwbaar, en buiten de Bijbel is er geen bron die betrouwbaar is. Dus er is geen enkele bron. Er is geen enkele betrouwbare bron, ook de Bijbel is dat niet. Dat moet hij dan zeggen. Maar dat zegt hij niet. Het zou uh, daadwerkelijk godslastig zijn om even een van de belangrijkste boeken. Uh, van de mensheid, het belangrijkste boek van de mensheid, om dat even weg te zetten als onbetrouwbaar. We ben je er mee bezig. En er zijn er nogal wat hoor, die dat ook rustig allemaal doen. Hè? En dan die andere, dus over filosofie had hij dan ook gereageerd. Filosofie is de betekenis en geldigheid van ons denken en overtuigingen. omtrent de meest algemene en universele aspecten van ons bestaan. Het is een normatieve wetenschap zonder experimenten en daarom niet empirisch. Dat heeft hij denk ik van internet afgeplikt. Zo in Wikipedia staan ofzo. En daar heb ik op gereageerd. Ja, kan een. Even kijken. Wat heb ik nou. Even kijken, worden die sorteer ik even opzoeken. Nou, niet echt. Oh ja. ja maar er zijn kritiek dan, hè? Van ja, als je filosofie erbij gaat halen. Ja, dat kan niet, want dat is niet empirisch. En daar heb ik op gereageerd. Meen je nu serieus dat jij mij vraagt om empirisch bewijs. aangaande de afrekening aan het einde van het leven? Ben je wel goed wijs? Vraagteken. Laat me niet lachen? Uitroepteken. Ja. Kijk, het is erg jammer. Mijn moeder zei dat ook een keer tegen mij. Ja, Perry, als jij op een bepaald moment ergens van overtuigd bent, dan ben je er heel moeilijk van af te brengen. Nou, in plaats dat mijn moeder dan trots op me is, dat irriteert haar namelijk alleen maar, want zij wil dat jij gelijk hebt. Of weet ik van wat, van ja, gelijk hebben, dat is zo dat af en toe dan heeft er Piet gelijk, maar dan heeft Piet één keer gelijk en dan moet Marietje ook een keer gelijk krijgen. Want je, dat moet wel mee eerlijk verdeeld worden hoor: allemaal een keertje gelijk krijgen en niet de hele tijd dat alleen Perry gelijk heeft. Terwijl ik helemaal niet iemand ben die de hele tijd loopt te roepen dat ik uh, weer eens gelijk heb. Alleen als ik een beschouwing hou. En ik hou in dit geval een nieuwsuitzending. Hou, en ik heb het over de paus. En ik heb gezien dat de paus zich gedraagt als antichrist. En dat is dan het zoveelste bewijs op rij. Ja, dan heb ik gelijk. Punt. Ik weet niet of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dan heb ik een onderwerp gekozen, en dan heb ik het goed uitgezocht en ik weet waar ik het over heb als ik het heb over de Bijbel. En dan kan je denken dat je me daar zomaar eventjes van af weet te praten. Ja, en dan kom je van een koude kermis thuis. Is dat mijn probleem? Nee joh. Het is het probleem van mensen zoals mijn moeder dat ze daar zo moeilijk over doen. Zij moeten zich gaan afvragen waarom. Ze het daar zo moeilijk mee hebben. Waarom accepteren ze niet gewoon dat er iemand is in hun omgeving en die heeft gelijk? Of ze accepteren het van, nou ja, hij denkt er zo over en uh, nou, uh, 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 niemand kan hem op andere gedachten brengen. Ja, en accepteer het dan gewoon. Accepteer dat, of uh, als je het niet accepteert, uh, ga nadenken over een ja, ga me zitten broeden op een plan om mij op andere gedachten te brengen. Door mijn dochter is er heilig van overtuigd dat transgenderisme dat dat een aandoening is. Die is nog niet zo heel lang bekend is onder de mensheid. Maar nu wel, en nu kunnen we er eindelijk wat aan doen met al die fijne messen die we hebben en al die operationele technieken van de medische industrie. Dus zij is hartstikke blij. En ze is heel blij voor al die mensen die vrijwillig een amputatie ondergaan van hun penis. En het woord castratie wil ze niet horen, want het klinkt zo vervelend. Het is een veranderende operatie en niet een castratie. Nou. En ik kan haar niet van die mening afbrengen. Hoor je mij erover zeuren? Nee, natuurlijk niet. Ik ga er gewoon iedere keer... Kom ik er weer op terug. En, uh, ik weet precies hoe het aangepakt hoor. Ik ga gewoon telkens... Ga ik bij haar... Uh, uh, het grote geheime wapen gebruiken. En dat heet... De vraag. En ik ga steeds weer met de vraag komen. En... Leuke filmpjes op YouTube erbij halen. Wat er is dus nu? Uh... Oh, man, het wordt echt leuk als er binnenkort weer komt. komt. Nou, ze komt. Als ze komt Deo van Lente. Komt zij. Uh... Donderdag. Donderdag komt ze hutspot eten. Wordt lekker. Ik heb alles al in huis. Ik weet al precies hoe ik het ga maken. Een partij aardappelen erin, man. En dan maak ik ook weer lekker eten voor. Uh, ik ga, denk ik, morgen koken. Ik denk morgenavond al hutspot gaan eten. Het is nou maandag. Maar nee, morgen is dinsdag. Maar ja, kan. Nou, maar even kijken hoe het uitpakt. Maar donderdag gaan we in ieder geval hutspot eten. En dan kijken we onder het eten, rond het eten. Kijken we altijd naar YouTube-filmpjes. En ik zoek ze dan allemaal voor haar uit. Leuke dingetjes. En is er ook eentje van een vrouw. En die heet Sydney Watson of zo. En die komt uit Australië. Dat is een journaliste. En die houdt dan zo'n. Die heeft een belachelijk hoeveelheid abonnees. Of weet ik veel. Een half miljoen of zo. Veel meer dan ik. Dat is heel beroemd. En die bespreekt dan het geval van een Zweedse moordenaar. Die heeft zijn vriendin vermoord en in stukken gesneden. En ze hadden een hond en die hond heeft hij ook vermoord. Die heeft hij ook in stukken gesneden. En hij heeft die uh, stukken van die hond en die stukken van die vrouw. Dus dan moet je netjes zeggen, de stukken van dat kadaver. Want dat is van, van die hond, hè. Dat is een kadaver. Een dode hond is een kadaver. Een dood dier is een kadaver. Ja. En een stuk van dat lijk, dat is een dood mens, dat is een lijk. En die, die heeft hij dan verspreid in een natuurgebied. Hele enge man. En uh, die is veroordeeld. En hij komt binnenkort vrij. Hij heeft dan nog maar zes jaar gezeten. Dus hij is in. 2014 is hij veroordeeld. Zo niet eens zo lang geleden. En dan komt hij in februari dit jaar komt hij vrij. En hij heeft een tijdje terug een geslachtsveranderende. Nou, ik weet niet of hij uh, gecastreerd is. Hij heeft in elk geval aangevraagd dat hij uh, voortaan als vrouwtje door het leven wil. Uh, hij heeft ook hormoontherapie gekregen. En hij is nu overgeplaatst naar een vrouwengevangenis. Al met al komt het erop neer dat hij zich heeft laten verplaatsen naar een gevangenis die niet zo zwaar bewaakt is als de gevangenis waar hij zat. Ah, dat is een transgender. Nou, kijken wat mijn dochter daarvan vindt. Gewoon een vraag stellen. Maar je hoort mij niet zeuren, want ik weet toch dat ik gelijk heb. Dus wat maakt mij dat nou uit? Ik weet hoe het zit met die transgender toestanden. Het gaat hier wel degelijk om een, uh, ja, een probleem. En het probleem zit tussen de oren, en niet tussen de twee grote tenen in. Als je snapt wat ik bedoel. Het is wel zo, dat weet ik. Er is een psychiater in Amerika. en die heeft dus heel veel gewerkt met die mensen als patiënten. En meer dan 90% de, wist hij op andere gedachten te brengen. middels praat, gesprekstherapie. In dat praten duurde wel lang hoor. Rustige twee jaar, drie jaar. Intensief praten, vragen stellen, lalala. en dan kwamen die mensen terug op hun oordeel en beschouwden zij zichzelf niet langer als een vrouw in een mannenlichaam. Maar ze waren een man in een mannenlichaam en ja, kregen dan uh, uiteindelijk een vriendin en kinderen en uh, ja, je kent het wel. Boring. Hadden ze een gewoon leventje, net als iedereen. En hij zei, ja, dat werkt niet bij iedereen. En sommige mensen die blijven, die overtuiging houden. En hij zei, daar zitten zulke schrijnende gevallen tussen. Dat je in die gevallen, ja, zou het onmenselijk zijn als je niet overgaat tot castratie. Maar hij zei, dat is drie op de honderd. Tja, ja. Kijk, onze lieve heer heeft rare kostgangers, snap je? Nou, dit ging over het atheïsme. Dus een reactie dan op wat ik zag van Robert Sapolsky. En ik, je bent van harte uitgenodigd om uh, lezingen van hem te gaan volgen. Ik, ik ga die ene nog even bekijken over um, Human Sexual Behavior, deel 1. Ik denk dat ik nu al weet waar hij het over gaat hebben. Ik denk dat hij ook op dat terrein niet de maat weet van de moraal. Maar dat zullen we wel zien. Misschien heb ik het daar ook nog wel over, tot ik er nog een keer op terugkom. Over de seksuele moraal van Robert Sapolsky. Als hij wat opmerkelijk zegt. En anders heb ik het bij deze al gezegd dat, dat het geen grond heeft wat hij zegt. Maar kijk rustig naar hem, dat hoeft mij niet te geloven. En wat de, de Urban Cowboy betreft, nou ja, hij mag blijven reageren. En ik vind het, ja. Zoals die oude Brit zei: there is one thing worse than being talked about. And that is not being talked about. Ik had altijd nog liever een commentaar dan helemaal geen commentaar. En ik hoop dat hij uh, mij wel vergeeft dat ik dan gezegd heb: van, Ben je wel goed wijs en laat me niet lachen? <laughs> ja, dan moet iemand tegen kunnen hoor. <laughs> maar voor de rest gaat het hartstikke goed hier. Ik hoop het met jullie ook. En op zijn hamburg zeg ik tegen jullie: tjus. En dag, lieve kinderen van God.